van de grenscommissie is om historische documenten te verzamelen, uit te wisselen met elkaar, zodat er een transparant proces is en gelijkwaardige informatie zijn. Ik zei al, in 2013 zijn de grenscommissies geïnstalleerd. En er is veel werk verzet sindsdien. Er is archiefonderzoek gedaan in Suriname uiteraard, in Den Haag en in Londen, een paar keren. Die documenten zijn uitgewisseld en rapporten zijn opgemaakt. De volgende stap is nu, en we hebben pas, was het eind vorig jaar, nog dit jaar, nog de finale rapporten gehad aan beide zijden. Het is een gedetailleerd proces, omdat wat je daar vastlegt, is dan gemeenschappelijk. Dus je moet er ook heel nauwkeurig, juridisch, historisch mee omgaan. Daarom duurt het zo lang. De volgende stap is dat de twee commissies bij elkaar komen en een eindrapport opmaken met de aanbevelingen met betrekking tot de Zuidwestgrens aan de beide ministers van Buitenlandse Zaken. Wij hebben aangedrongen om die gesprekken zo gauw mogelijk te voeren. Dit is niet nu, dit is al maanden gaande. En wij hopen dat binnenkort die gesprekken kunnen plaatsvinden. Dat is ten aanzien van de Zuidwestgrens. Wat je moet vasthouden is één, er is een apart traject, bilateraal afgesproken, herbevestigd, nog recentelijk, tussen de twee presidenten en mijzelf en mijn collega, dat dat het traject is. Misschien onderdeel van de ICJ-case. Wij gaan voort op dat traject. En dat is het traject wat voor ons legitiem is. We hebben in de tijd ook gehad, zoals bekend, in 2007 de Westzeegrens met Guyana. Dat is inmiddels opgelost. U kent de hele discussie daaromtrent. Daar wil ik verder niet op ingaan. Met betrekking tot de Oostgrens, dat is in Marowijne. En zo meteen gaan we naar het parlement om daar vragen te beantwoorden, omdat de overeenkomst met Frankrijk met betrekking tot de demarcatie van de Marowijne rivier tot aan Lawa ondertekend is en dus nu voor ratificatie gepresenteerd is aan het parlement. En die behandeling vindt nu toevallig plaats. We zullen daar ook antwoord geven op de gestelde vragen. Maar we moeten zeggen dat nooit een grenslijn was aangegeven. Als u interesse heeft in termen van de meer technische aspecten en de onderhandelingstechnische aspecten, dan kunnen we ambassadeur Koolhaarder vragen om u te informeren. U kan hem ook bilateraal vragen. Maar wat we nu hebben is een overeenkomst waarbij tot aan de Lawa er overeenstemming is. De samenvloeiing van de tot aan de samenvloeiing van de Litanis, Lawa en Marowijne rivier. Tot daar is er overeenstemming in termen van demarcatie. Er zijn veel eilanden in Marowijne rivier en dus sommige eilanden zijn gesplitst. Een deel is Frans, een deel is Surinaams. Daar is goed overleg over geweest. Op verschillende momenten heeft jaren geduurd. Er zijn technische rapportages enzovoorts gedaan. Alle voorbereidend werk. Er is in goed overleg dat gedaan. Het resterende traject zal binnenkort eigenlijk starten. Is eigenlijk gestart al. De grenscommissie heeft het mandaat om het vervolgtraject tot naar het zuidelijk punt aan de oostgrens te bespreken en bespreekbaar te maken. Het gaat om een relatief kleiner stuk gebied. Dus wat dat betreft moet ik zeggen dat aan de oostgrens wij een proces hebben, soortgelijk aan het proces aan de westgrens, maar aan de oostgrens hebben we meer vooruitgang geboekt tot nu toe. Ook voor wat betreft de maritieme grens is overeenstemming bereikt met Frans-Guyana aan de Franse zijde, dus dat is ook allemaal opgelost. Ik zei, misschien weet u dit niet, maar er zijn ook gesprekken met Barbados gaande, omdat ook daar sprake is van een overlapping van het continentaal plateau.